Ik dacht vorige week, mijn carrière is voorbij. Het gaat een heel moeilijk seizoen worden. En gezien een week later is alles terug goed. En ik ben de laatste 14 dagen serieus mentaal op de proef gesteld. En ik denk dat er één ding is, Gods keert altijd terug. En de winst van vandaag is natuurlijk ook dat we de Goots gezien hebben die ik graag wil zien. Dat is de Goots die duel speelt, die hard werkt in de omschakeling. En ja, dan is het gewoon een belangrijke speler voor ons. En daarmee is het hoofdpersonage in het treffen tussen Geel en KV Mechelen geschetst. Goots pakt de hoofdrol, maar hij kon wel terugvallen op een ploeg die goed van start ging. Malinois wint onder impuls van een sterke Camus veel duels en heeft het meeste balbezit. Goede kans voor KV komt er via hoekschop. Peters kop door, Van Briel kan net niet bij de bal. Na een half uur komt Geel beter in de partij. Karamadza, ex-KV Mechelen, is dicht bij de 1-0, maar Van Trier redde Mechelse meubelen. De Senegalees Tian krijgt bij Geel in de spits de voorkeur op de vermoeide Gloeftjes. Hij speelt geen grootse partij, maar in de 37e minuut twee keer dicht bij de openingsgoal. Na de rust voert Geel de druk stevig op. Op aangeven van Karamadza heeft Van de Weijer de 1-0 aan de voet. Van Trier zit er alweer goed tussen. De Mechelse goalie redt ook een stevige poging van de Weijer. Bij een volgende vrije trap is het wel prijs. Tian krijgt te veel vrijheid en mag ongehinderd de 1-0 binnenknikken. We spelen dan exact een uur. KV moet komen en doet dat ook. Yves Thijs, ex-Geel, versnelt en stuurt Goots diep. Patje blijft kalm en schuift de 1-1 binnen. Gehaat of geliefd, scoren kan hij. Aan de overkant krijgt Van de Weijer nog een goede kans. Van Bellen kan hem tijdig afstoppen. In de allerlaatste minuut is de Geelse linksback Farsi mee opgerukt, waardoor Massina een lege flank mag afdwijlen. Goots stikt zijn voorzet binnen en KV wint met 1-2. Boom Boom is back en zit al aan 4 goals. In de rust hebben we dan ook gezien dat er mogelijkheden waren voor ons en dat we er voluit voor zijn gegaan. Dan komen we op die 1-0 en dan hoop je dat je dat kunt vasthouden, dat je eventueel een tweede kunt bijprikken. Dat lukt dan niet, dan komen zij op 1-1. En dan speelt je misschien met de gedachte, houd je de 1-1 of gaat je voor de 2-1? En ik denk dat wij toen nog voor de 2-1 zijn gegaan. En dan is het heel pijnlijk dat je in de laatste minuut nog de 1-2 binnenkrijgt. En dan de tweede helft vond ik heel eigenlijk goed spelen. Hè. Ze zochten goed de lange bal, ze zochten goed die sterke beer vooraan. Wat dat goed gezien is natuurlijk. Oké, we vangen ze goed op, maar dan komt weer op een stilstaande fase een doelpunt. Dat is een beetje jammer. Dat is al een paar keer geweest dit seizoen. Maar dan zie je dat we toch blijven in geloven zijn, op de goede manier gewerkt. Inderdaad, like dat een trainer zegt, niemand uit zijn positie gaan lopen, niemand beginnen forceren. En dan vind ik toch een pluim voor onze pad vooraan. Het mag ook gezegd worden. Hè. Hij gewerkt vandaag gelijk een van 25. Dus. Ik moet zeggen dat ik vandaag een wedstrijd gespeeld heb die ik nooit eerder gespeeld heb. Ik heb duellen gewonnen, ik heb kopballen gewonnen. En ik denk dat ik twee ongelooflijk prachtige goals maak. En ik ben heel blij voor de supporters, voor de medische staf, de sportieve staf, mijn familie, iedereen. KV-trainer Wetzel benadrukt wel dat het zijn eigen keuze is om Goots in de basiself te zetten. Ik hoor zelfs in de wandelgangen dat mij opgedragen is om Goots op te stellen. Nou, de eerste trainer die het bestuur de opstelling laat maken moet nog geboren worden. Dus dat doe ik ook niet. Maar ik maak mijn eigen keuzes en als Goots speelt zoals nu, dan ben ik een dief van mijn eigen portemonnee als ik hem niet opstel. Geel heeft na 4 partijen al 10 tegendoelpunten en beseft maar al te goed dat dat te veel is voor een eindrondekandidaat. Ja, dat is duidelijk. Als je telkens minstens 2 doelpunten tegenkrijgt, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Je kan wel eens 1 wedstrijd 3 doelpunten maken, maar dat kan natuurlijk niet elke week. Trainer Maas legt de vinger pijnlijk precies op de wonden. Na de vervanging van Van Diepenbeek zakte Farsi terug naar de linksback en werd die positie opnieuw kwetsbaar. Met het vertrekken van Tom Saar zaten we echt wel het probleem van de linkse bakpositie. Omdat Shidi toch een speler heeft die heel veel diepte heeft. Mindere kwaliteiten, verdedigend. Wat vandaag nog maar eens gebleken is. We krijgen toch 2 doelpunten binnen langs onze linkse kant. De Geelse coach twijfelt intussen nog niet aan de kwaliteiten van zijn team. Ik twijfel niet aan die groep. En ik hoop dat mijn groep ook niet gaat twijfelen. Want ik blijf erbij dat wij de potentie hebben voor bij de eerste 5 te spelen. Maar die groep heeft tijd nodig. Malinois pakt in elk geval zijn eerste zege. De Mechelse trein is opnieuw vertrokken.
Ik vind tot nu toe eigenlijk iedere wedstrijd is simpel te verklaren. We hadden in de eerste wedstrijd wat meer punten moeten halen. Dan hadden we er nu 7 gehad, zes. En dan was het geen enkel probleem geweest. De problemen zijn ontstaan doordat we die eerste wedstrijd zeg maar een valse start hebben gehad. En dan met Bergen ertussen in de eerste 4 wedstrijden denk ik dat we redelijk op koers zitten. Die 2 punten moeten we dus inhalen.